Crispy oven fries, pepperoni cheese bites. Hallo beste mensen, dit is een review, Domino's review. Je kan natuurlijk pizza's bestellen bij Domino's, maar ze hebben ook andere dingen. Bijvoorbeeld een Tik Shake. En dan hebben ze een nieuwe Tik Shake. Ik heb nog nooit gedronken een Tik Shake. Dit is tompoes, Tik Shake tompoes. Met slagroom. Nou, dan doe je het natuurlijk het rietje erin. En dan gaan we die zo even proberen. Wat ik ook nog heb is crispy oven fries. Nou, dat ziet er toch lekker uit, hè jongens, of niet? En we hebben cheese pepperoni bites. Nou, gaan we even proeven. We hebben natuurlijk ook drie van deze jongens erbij. Mayonaise. En nou, dan gaan we eerst beginnen met een slokje van de Tik Shake. En ik heb gehoord dat het allemaal heel erg lekker moet zijn. €5 betaal je voor zo'n Tik Shake. Ik vind het wel heel duur. Ik hoop dat het het geld waard is. We gaan hem even proberen. Oh. Nou, het is inderdaad een soort van milkshake. Smaakt inderdaad naar tompoes, oranje tompoesen. Oranje tompoes smaak met slagroom. Ik moet zeggen, ze hadden geen ongelijk dat het lekker was. Het is inderdaad erg lekker. Ik zou deze Tik Shake daarom ook zeker een 8,5 geven. Een hele lekkere. Tompoes zeker aanraden. Zeker met Koningsdag, hè, deze week nog, volgende week. Dan gaan we nu verder met de cheese pepperoni bites. De cheese pepperoni bites. Ja, even goed in beeld brengen. Hè. Oh, klein beetje te lang doorgebakken, maar dat maakt niet uit. Dan kijken we even overheen. Hè. Het zijn 6 jongens, 6 stuks. Dus die gaan we even proberen. Nou, dan gaan we jongens. Cheese pepperoni bite. Nou. Nou. Ook helemaal niet verkeerd eigenlijk. Nou, we nemen er nog even eentje om het af te leren. Heerlijk. Oftewel, delicious. Nou, hier hoef je in principe geen sausje bij te nemen. Kan wel, maar is niet noodzakelijk. Ik vind ze wel lekker. Ik geef ze een dikke 7,5. De milkshake vond ik iets lekkerder, de Tik Shake. Maar zeker niet verkeerd, een echte aanrader. Nou ja, dan last but not least de crispy oven fries. Die we natuurlijk gaan eten in combinatie met mayonaise. Gaan we even proberen, jongens. Nou, ze zien er wel heel lekker uit. Die frietjes, echt fantastisch. Dus we gaan het even proberen, jongens. Met de mayo, komt die. Yummy. Nou, heel lekker. En daarom geef ik ook de crispy oven fries een dikke 8. Heerlijk. Al met al een heel goede aanrader. In deze combinatie probeer het ook eens, zou ik zeggen. De crispy oven fries in combinatie met de cheese pepperoni bites. En de Tik Shake tompoes met slagroom. Eet smakelijk. Bon appetit. Ciao, ciao.